Hallo allemaal. Mensen, ik wil jullie nog even op attenderen. Het is nog een kleine week. En in die kleine week dat wij nog elke dag een tekening... of tenminste dat ik nog elke dag een tekening maak... gelden ook mijn aanbiedingen nog van mijn cursussen online. De jubileumaanbieding. Ik bestond dit jaar 25, of besta dit jaar 25 jaar met mijn bedrijf. En ik heb dus 50% korting op mijn online cursussen. En dat is alleen deze week nog. Dus... ja, wil je daar nog gebruik van maken, zou ik zeker even gaan kijken. En wat gaan we dan vandaag tekenen? Ik had vandaag het idee van, die hebben we nog niet getekend dit jaar, een krokodil. Ik heb ooit een krokodil moeten tekenen als ontwerp voor plusse beesten voor de kermis. Ja, hele leuke opdracht. Ik heb toen meerdere plusse beesten moeten tekenen. Maar die krokodil, dat was een leuk klein knuffelbeest. En laten we die eens even gaan tekenen. Een krokodil, maar dan in stripvorm. Krokodil die op zijn achterpoot staat. Dus dat is nog best een leuk iets. Laten we krokodil gaan tekenen. Teken hier weer mee en ga even kijken bij de aanbiedingen. Ja, nou hoe beginnen we nou met zo'n krokodil? Begin met de ogen. Zo, hij kijkt een beetje bozig. Een beetje strenge krokodil. Ik kan het een beetje vergelijken met die krokodil van Peter Pan. Ik weet niet of je die van Disney kent, weet je wel, die krokodil. Ja, daar lijkt hij een beetje op. Ja, het was een kleine pluche krokodilletje. Ik denk dat hij 20 centimeter hoog was. Krokodil die op zijn achterpoten staat. En die was dan groen met geel, gele buik of lichtgroene buik. Een donkere groene bovenkant. Die bek van die krokodil, een beetje gebobbeld zo. Tandjes. Altijd leuk, tandje andere kant op. Zie je, dan boven de lip en onder die lip. En zo, die onderkaak. En zo. Borstkas, de buik. De voorpoot. En die heeft hij in zijn zij staan zo. Hij is een beetje poezig. Dus hij kijkt een beetje zo van hey, hij zet zijn poten in zijn zij. Zo, die onder de achterpoten, zeg maar. Onderpoten. Achterpoten. En natuurlijk moet er nog een staart aan. Nou, dit is natuurlijk aan de bovenkant gehoekt zo. En aan de onderkant toe. Nou, we gaan even die borstkast doen. Hier nog. Maar even in twee delen. De onderkant is natuurlijk licht en die bovenkant is donker. Dus we zetten een lijn zo. En dan zetten we hier wat streepjes zo. Dat zijn de onderkant van die krokodil. Nou, dat wordt de lichte zijde. En dan hier zie je ook nog de bovenzijde van die krokodil. En die is dan nog donkerder groen. Nou, dan hebben we zo een beetje brutale krokodil. Die op zijn achterpoten staat met zijn handen aan zij. Nou, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden nog van krokodillen te vinden, ook op internet. Dit is een pluche krokodil die ik heb ontworpen voor de kermis. In 2005 zelfs al, geloof ik. Dus dat is echt alweer eventjes geleden. En ik zou zeggen, ga zelf ook eens aan de slag met een krokodil. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!